Als je goed luistert hoor je vogels, maar daarnaast ook ploep, ploep, ploep. Heel zachtjes en dat zijn padden. Er zitten heel veel padden in onze vijver die soms van wel 10 kilometer afstand hier naartoe komen om eitjes te leggen en die te bevruchten. Dat zijn padden die hier ooit geboren zijn of padden die op de een of andere manier ruiken dat hier water is. Over enorme afstanden komen ze hier naartoe. Het is een heel leuk gezicht. Ze moeten heel voorzichtig zijn, want ze kunnen onderweg door roofvogels gepakt worden. Uiteindelijk komen ze in de vijver terecht en dan gaan ze aan de slag. Wij moeten ook een beetje rekening houden met die paddentrek, want Gijs, onze grasmaaier, moet 's nachts uit, omdat die padden vooral 's nachts hier naartoe sluipen. En we natuurlijk niet willen dat die padden vermorzeld worden door onze grasmaaier. Ik heb op Twitter aan jullie gevraagd of er vragen waren voor de vlog. Dat heb ik geweten. Er zijn er zeker 50 binnengekomen. Ik heb de leukste geselecteerd en die doen we in 3 blokjes in deze vlog. Om te beginnen vraagt Felix Bakker, welk nummer vind je het mooist en waarom? Nou, dat is denk ik Some Kind of Wonderful van Michael Bublé. Ik heb een ongelooflijk lieve, leuke man. We wonen prachtig, leuk werk, aardige collega's. Vanuit de tuin kan ik zo het bos in wandelen. We hebben sowieso een prachtige, mooie tuin. Alles wat mijn hartje begeert, Some Kind of Wonderful, een zondagskind. Dat is het liedje van Michael Bublé. Dan, Joke, hoe bevalt het dat je je haar niet iedere keer hoeft laten verven? Nou, dat bevalt echt heel erg goed. Niet 30 minuten lang dat prikkende spul in mijn haar oppassen dat het niet uitbleekt in de zon. Ik had het jaren eerder moeten doen, dit grijze haar. Matthijs wil verhuizen naar Apeldoorn. Waar moet hij op letten? Nou, dat het hier allemaal een slagje rustiger is. Mensen zijn heel relaxed in Apeldoorn. Je moet ze even leren kennen, maar als dat van elkaar is, dan woon je hier werkelijk fantastisch. Dan JM. Als je een week een ander beroep mocht doen, wat zou dat dan zijn? Ik denk dierenarts. Ik ben gek op dieren. Ik vind het hartstikke leuk om dieren die stuk zijn te repareren. Het lijkt me echt fantastisch als je dat kan. Dus ik denk dierenarts. Dan Marianne Hokke, hoe vaak is het ontbijtnieuws live? Dat is om het kwartier 's ochtends, tenzij er wat gebeurt. Dan zijn we uiteraard de hele ochtend live, want oud nieuws kan je niet uitzenden. Cammy vraagt, hoe vind je het dat je in de tv-kantine bent? Nou, hilarisch. Carlo heeft zelfs gebeld of hij mijn bril mocht lenen. Ik vind het echt fantastisch en een hele eer dat ze mij eruit pikken om te persifleren in het ontbijtnieuws. Dus hartstikke leuk. En tenslotte Truida Camping, waarom hebben jullie geen garage? Ja, omdat we midden in het bos wonen, vonden we dat niet zo mooi. We hebben een mooie auto, die mag gezien worden. Dus die zitten lekker voor het hek. Vandaar dat we geen garage hebben. Nou, dat was het eerste rondje vragen. We gaan nu de tuin in. En dan straks komen we terug met het tweede rondje. Ondanks het coronavirus ruik je het voorjaar. Het gras ligt er al prachtig bij. Gijs is al rondjes aan het trekken geweest en straks gaan we verticuteren. Dat wil zeggen, de mannen van Ajo gaan verticuteren. Ze zijn nu met de perkjes bezig. Kortom, de tuin wordt helemaal lente klaargemaakt. Oh, heerlijk. Normaal gesproken ga ik natuurlijk even naast de jongens met de groene vingers staan om even alle werkzaamheden door te nemen, maar dat kan niet. We zitten met corona, dus ik roep op afstand. Wat gaan jullie doen allemaal vandaag? Ja, wij gaan de voorjaarsronde doen, Jan, ondanks alles. De verticuteren gaat weer beginnen, de borden schoonmaken, potgrond door de borden, alles weer even up-to-date maken voor het nieuwe jaar. En dat terrassen gaan we inspuiten voor wat groenaanslag, allemaal biologisch natuurlijk, zoals altijd. En dat is een beetje wat er gaat gebeuren vandaag. Qua veiligheid wordt er natuurlijk niets aan toeval overgelaten. Ze zijn met 2 bussen, zodat ze lekker uit elkaar kunnen zitten. En ze hebben de beschermende handgel bij zich. Popje een beetje vast. Zodat er op ieder moment ontsmet kan worden. En belangrijker nog, de dropmix staat ook in de auto. Ze zien het toch niet. Dus even eentje proeven. Hoewel ik zelf natuurlijk helemaal niks doe aan die tuin, nou straks misschien een klein stukje verticuteren, ben ik toch kapot, nu al. Was tenslotte vroeg op vanmorgen. Tijd voor de lunch. Even wat extra krachten opdoen. Er zijn hapjes. Ja, het is op. Ik durf het bijna niet te vragen, maar... Het grasmat ligt er inmiddels prachtig bij. Het is geverticuteerd. Er wordt dus wat lucht in de grasmat gemaakt. De perkjes liggen er schitterend bij. Er is wat verse aarde ingestrooid. Het lijkt wel eigen huis en tuin dit. En nu zijn we toe aan het groen op de tegels. Dat moet eraf. En op de meubelen. Er is een papje voor dat er overheen gaat. Uiteraard een biologisch papje. En dan morgenochtend doen we de gordijnen open. En dan is alles helemaal lenteklaar.
Rondje 2 van jullie vragen en die gaan bijna allemaal over het coronavirus. Het is niet het allergezelligste onderwerp, maar ja, de vragen gaan erover. Evelien vraagt, is het met alle maatregelen nu drukker bij jullie in het bos of rustiger? Nou, het is doodstil eigenlijk. Je ziet nauwelijks fietsers of wandelaars. Mensen blijven thuis. Dan zijn we ook zo snel mogelijk van dat virus af, denk ik. Sandra, welke impact heeft corona op jullie persoonlijke leven? Nou, eigenlijk ook niet zoveel. We hebben het hartstikke knus samen. We doen de dingen die we altijd doen in huis. Wij redden ons wel hier. Missen jullie het uit eten gaan, vraagt C. de Koning. Nou, eigenlijk ook niet. Koen kan fantastisch koken. Er staat iedere avond weer iets anders op tafel. Een andere specialiteit. Mij hoor je niet klagen. Marijke, hoe kun je op zaterdagochtend radio maken tijdens de crisis? Ook dat gaat prima. We hebben een grote tafel. Sidekick Ad aan de ene kant, ik bij het mengpaneel aan de andere kant. Een grote ruimte ertussen. We blijven lekker doorgaan met de hoop op zaterdag op Radio Gelderland. Zaterdagochtend, 10:00. Maureen, zijn er dingen die je nu kunt doen waar je anders niet aan toe komt? Nee. Ik heb zo'n relaxed leven dat ik altijd wel in de tuin kan werken of een boek kan lezen of kan binge-watchen naar Videoland of naar Netflix. Dus nee, er is niet zo heel veel veranderd op dat gebied. Jurgen de Bruin vraagt, vakantie zit er niet in. Hadden jullie iets gepland? Ja, we zouden naar Amerika gaan eind april, 3 weken door Californië reizen. Dat gaat nou niet, maar dat komt later dit jaar wel weer. En Merel, wat mis je het meest tijdens deze crisis? Dat is misschien wel de gezelligheid met de collega's. Dat je lekker bij elkaar staat om koffie te drinken en een beetje te kletsen. Of dat er iemand aan het hek komt hier in het bos die een praatje wil maken. Dat gaat allemaal even niet, maar ook dat komt wel weer goed. Op de redactie van RTL Nieuws is ook het een en ander veranderd. We zijn bij RTL 4 op de redactie van het ontbijtnieuws. En ook hier is alles anders sinds het coronavirus. Zo moet ik voordat ik begin met een doekje. Toetsenbord schoonmaken. Mag Lieke, die daar achter langs loopt, niet al te dichtbij me komen. En moet ik ja, eigenlijk ook even de handen desinfecteren. Zo. Er zit mijn geliefde collega Heiko. Waar ik normaal naast zit, de eindredacteur van deze show. Op zeker 10 meter van mij af. Alles is anders. Normaal gesproken haal ik uiteraard van al mijn collega's koffie, maar ook dat mag niet, want dan raak je de bekertjes aan. We moeten voorzichtig zijn, dus ja, dan haal ik alleen voor mezelf een bekertje chocolademelk in dit geval. Het is niet anders. De nieuwe werkelijkheid ook in de maquillage van RTL 4. Dit is, jij kent het misschien niet, Isabel. Even zwaaien naar de mensen thuis. Hallo. Die is, mondkapje. De kwasten die hier liggen zijn allemaal door de desinfecterende middelen gehaald. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. We zijn nu even bij Lieke op de camera. 1,5 meter afstand uiteraard. Ja. Lukt het een beetje? Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja. Stelwerkzaamheden duren steeds langer, hè, 's ochtends. Ja. Ze doet wat ze kan, maar ja, het is, loopt tegen haar grens op inmiddels natuurlijk. Ja. Maar we zijn klaar hoor. Ja, je ziet er fantastisch uit. Ach, het is ongekeerd. Fantastisch. Zie ik dat het mijn haar grijs is. Het is haarfeest geweest. Ja. Achter mij hoor ik, ben je op 1,5 meter? Ja, zeker. Eindredacteur Heiko, ik moet mezelf ook zenderen. Microfoontje moet op en het oortje moet in. Ik moet de mok ook nog even gaan halen. Het is druk, druk, druk. Normaal word je hier uitgebreid bij geholpen, maar ik moet het allemaal zelf doen nu vanwege de veiligheid. Het is een stukje minder gezellig, maar ja, komt ook wel weer goed. Dan zit ik dan moederziel alleen in de studio mijn teksten door te nemen voordat de show zo begint. Wel uiteraard met de bijpassende mok. En leuk voor de schoenensponsor, maar wel heel eenzaam. Collega's zitten allemaal gezellig in de regie. Aan de koffie of aan de chocolademelk waarschijnlijk. En ik zit hier. Maar ja, ik zei het net al, safety first. Ik weet waar ik dadelijk moet gaan zitten, want de pijl daar, die wijst dat aan. Ik heb een hele moderne stoel, heb ik zelf gekozen door onze Isabel. Want ik moest een stoel die een beetje hoger stond, omdat ik een beetje kort bovenlijf heb. Dat zijn zo van die intieme details. En vandaar deze stoel. Het was de enige die zo hoog kon. En ja, die pijl is ook wel aardig, zien de mensen thuis. Waar ik zo dadelijk moet gaan zitten. En ik zie het zelf ook, dat is nog belangrijker eigenlijk. Hoe lang is het nog, Lieke? Halve minuut. Nog een halve minuut. Ja, dat zijn die spannende laatste seconden voordat het ontbijtnieuws begint. Ik zal eens even kijken of de mensen thuis klaar zitten. Het is ook wel interessant om dat even te checken. Ja, Lieke, die zit er klaar. Op de grond hier staat een merkje, dat zien jullie niet, maar daar moet ik dan precies op gaan staan. Dan valt het licht mooi op mij. Dankjewel. Dit is het RTL ontbijtnieuws van woensdag 25 maart met vandaag. Scholen mogelijk ook na 6 april nog dicht. Het gaat er ontspannen of er genoeg intensive care bedden zijn. En het weer, het wordt zon overgoten. U krijgt een prachtige dag vandaag. Het wordt maximaal 12 graden. Lekker hoor, Jan. Een zeer goedemorgen allemaal. Het laatste blokje van jullie vragen. Ria vraagt, hoe bevalt de elektrische auto? Nou, helemaal uitstekend. Hij rijdt geweldig. Alleen ja, het bereik, het aantal kilometers loopt een beetje terug in de winter. Dat valt een tikkie tegen.
Maar hij rijdt fantastisch en we kunnen thuis laden. Een laadpaal midden in het bos, hoe leuk is dat? Hoeveel eitjes leggen jullie kippen per dag? Nou, ze zijn enorm bezig de hele winter. Het zijn dit soort hele kleine eitjes, want het zijn wianttottenkipjes. En die, ja, die leggen dat het een lieve lust is. En dan is Plien, dit is Plien. Kijk, dag Plientje. Daar zijn de mensen thuis. Of Plientje weer helemaal in orde is. Ik was vorige week met Plientje bij de dierenarts. Was helemaal in elkaar gezakt. Ging niet goed. Heeft waarschijnlijk een tiaatje gehad. De ene oogje is niet helemaal goed meer. Maar de rest functioneert weer prima. En Plientje doet het weer. En is helemaal blij bij de baas hier. Brigitte Holman, willen jullie naast kippen nog andere dieren? Nou, we hebben natuurlijk de bijen. We hebben 150.000 bijen in de tuin. En er ook heel veel eigen honing van. Dus we hebben andere dieren. En ja, Renny de Man vraagt, komt er een nieuwe Bob? Komt er een nieuwe hond? Dat dus niet. Maar we hebben wel onze leenboxer Tom die regelmatig bij ons kunt logeren. Dus daar zijn we eigenlijk helemaal blij mee. Hè, Plien? Vind je het leuk in de vlog? Dat was het. Tot de volgende keer.